Here's a book of the utilities. This map was done same time this map was done. This shows the utilities were electrical, and you see here, this is where the Pacific Rail Line used to be way back when, in the 20s and 30s. And this is Main Street here. This is the barber shop, in which you can see the little barber display out in front. And then the one with the tiles, which is kind of like what they had in those days, but this is much too modern now. Ik heb daar ooit wel eens een plattegrond van getekend, een vogelvluchtperspectief. Dat is ook alweer jaren geleden. Maar nu wil ik daarmee nog verder gaan, namelijk door die driedimensionale afbeelding te laten bewegen in een soort geanimeerde virtual reality. Dat kan tegenwoordig, maar je kan alle informatie over die panden in een computer stoppen. En dan krijg je een goed overzicht van waar nou eigenlijk die winkeltjes zaten en waar die filmscènes opgenomen zijn. It's something that we knew. As a child, we are looking at pictures, Laurel and Hardy, our gang, and they're the same kind of streets in the background. And to us in Europe, this was a picture of America. Mm-hmm. Mm-hmm. But little puzzle pieces of it. And what you're really puzzle doing is actually putting the puzzle all back together so that all of us really can see what this looked like all put together 70 years ago. Yes. Yeah.